Beesteren. Nou, werkt eigenlijk weer hetzelfde. Eerst even losdraaien die handel. Beesteren is niet zo strak. Die zet ik vrij los. Nou, die kan ik er ook zo afhalen. Dat scheelt toch wel een hoop draaiwerk. Zo. Hoepel. Vel. Nou, je ziet al, hier komt continu die klopper. Het is gewoon lijkt wel een beetje dun geworden. Er zit gewoon een deukje in. Nou, deze kun je gebruiken als frisbee. Kijk, en dan zie ik gelijk goed zien wat erin zit. Even die poten in, anders stoot ik er tegenaan. Zo. Nou, ik heb hier je kan er een kussen in doen, je kan er een mat in doen, dan weet ik. Een deken, of verzin maar wat. Dat ligt er maar net aan wat je straks wil horen voor geluid in je beestrum. Wil je gewoon lekker kort, ja, dan duw er dan een kussen in. Dan ben je overal vanaf. Maar ik wil dat die klinkt als boem, boem, gewoon echt als een beestrum. Nou, ik heb dan een soort worst, lijkt het wel. Dat is van Dave Weckel. Dan heb je van die haken, die doe je met klittenband, kan je die vastzetten. En leg je die worsten zo in. En die drukt dan zachtjes tegen het vel aan. Waardoor die, net als trillende lucht wat ik net vertelde, dat die niet zo mee resoneert. Want anders, als ik dit niet zou hebben, zou het heel erg klinken als boing, boing, boing. En ik wil meer boem, 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 dat die wat gedempter is. Hij moet een beetje afgedempt worden. Nou, aan het slagvel heb ik dan zo'n worst. En aan het voorvel heb ik gewoon een klein handdoekje. Dat hij het voorvel een beetje afdempt. Nu ligt hij er gewoon los in. Maar als ik hem natuurlijk overeind zet. Dan leg ik hem even goed. Oké. Even doekie. Nou, de rest doe ik later. Daar zal ik jullie niet mee lastigvallen. Goed het randje schoonmaken. Of droog maken eigenlijk. Ook niet te nat, hè. Gewoon een vochtig doekje is goed genoeg. Zo. Vel. Nou, het logotje doe ik gewoon boven. Kijk even eroverheen. Dat hij netjes zit. Dat is autisme in mij, hè. Moet allemaal wel een beetje recht. Die ook. Kun je nou makkelijk bij. Kun je zo makkelijk die doek eroverheen halen. Zo, en dan heb je op je slagvel heb je altijd zo'n, nou ja, altijd. Als er een rubbertje op zit, dat is voor de bassdrumpedaal. Dan kan hij zo met zijn bek, kan hij zo in dat rubber. Dan beschadig je die rand niet. Zo. Dan kijk ik naar het logootje en dan kijk ik nu naar de bovenkant. Dat dat netjes zit. En aan deze kant kijk ik of dat rubbertje goed aan de onderkant zit. Dat is even belangrijk. Belangrijk is ook dat dat vel goed erin zit. En dat die rand goed zit. Nogmaals, bij goedkopere drumstellen, dan kan dat niet helemaal recht zijn. Of rond zijn, sorry. En dan moet je even goed kijken dat je een goede verdeling maakt. Dat die goed recht erin zit. Dat die niet, ik overdrijf natuurlijk, dat het niet scheef zit. Dus dan voel ik zo aan de zijkant. Of die goed recht zit. Nou, dat doet hij. En dan gaan we nu die spanblokken er weer op doen. Bij dit drumstel heb ik aan de onderkant heb ik alleen maar deze. Even kijken hoor. Je kunt mooi zien. Het verschil. Deze zit aan de bovenkant. Die zit echt aan de onderkant. Van deze heb ik er twee. Dus dan moet ik even opletten. Dat ik hem wel onderaan doe. De rest is allemaal hetzelfde.
Niemand de deur uit. Ik mis er een. Ah, staat eronder. Zo, nou. De spanbouten zitten erin. Spanblokken erop. En dan de baserum, die doe ik eigenlijk gewoon heel los. Die moet niet te hoog. Tenminste, ja, ik hou van een beetje een rock baserum. Kijk, speel je jazz en dan wil je hem wat hoger klinken. Maar de meeste drummers hebben hem altijd wel vrij los. Zeker niet zo hoog als je snare. Snare wil je echt gewoon lekker kunnen stuiteren. Oké. Nou, wat ik bij de bassdrum doe, doe ik zonder stemsleutel. Doe ik eerst tegenovergesteld. Doe ik alleen maar met mijn vingers aan de zijkant van het schroefdraad. Draai ik zo vast. Hand vast. Meer niet. Ik ga nog niet eens kracht zetten. Maak nog een rondje. En dat doe ik weer kruislinks, hè. Zo. Nou, totdat het niet meer gaat. Maar dan weet ik in ieder geval wel dat de spanning overal gelijk is. Hij lubbert nog een beetje. Dus... Je kan dan gewoon draaien. Maar ik vind bij die bassdrum vind ik dat wel handig. Als ik, dan druk ik op die spanrand. En dan geef ik hem nog een slag. Zo kan ik gevoelsmatig kan ik stemmen. Vaak als ik bijvoorbeeld voor een optreden. Als iedereen lekker aan het soundchecken. Een hoop herrie. En ik moest stemmen. Dan denk ik, jezus man. Al die herrie. Ik kon gewoon eigenlijk niet stemmen. Dus dan deed ik het gewoon puur op gevoel. Gewoon op kracht, zeg maar. Of juist geen kracht. Ik voelde op deze manier, voel ik, of die strak of minder strak gaat. Omdat ik hem juist niet te strak wil hebben. Zo. Ah, is een beetje los. Een beetje los. Maar wat strakker. Dan ga ik er wat meer op leunen. Wat je in het midden drukt, hè? Eigenlijk hetzelfde als die waar ik op ga staan. Deze hoef ik niet op te staan. Zo, even luisteren. Hey. Ik hoor daar nog een snarenmat verderop in de studio. Zo. Nou, als ik dat met de hand heb gedaan, dan doe ik daarna ga ik fine-tunen. Maar ik doe niet te strak, gewoon lekker losjes. Nou, als ik hem dan zo heb, nou, het doekje gaat er al uit. Doe ik het doekje even opvouwen zo. Dan leg ik hem. Ik laat het verschil voor of je hem nou met of zonder demping. Kijk deze. Het zal een klein verschil zijn, maar toch zal je wel wat horen. Los. Nou, ik vind hem vrij strak staan nog, dus ik ga hem iets terugstemmen. Maar het voorvel moet ik ook nog doen. Ga ik eerst voorvel. Zo, doe ik eigenlijk even op dezelfde manier. Dan doe ik hem even alles even los. Voorvel laat ik er wel op, dus die ga ik niet vervangen. Maar die moet ik altijd wel stemmen. Want als ik hierop sla, en dat zie je misschien wel eens bij concerten, dan gaat het vel gaat helemaal in de weer. Nou, misschien zie je het zo ook wel. Moet je kijken naar hoe die meetrilt. Dus ja, hier krijg je de slijtage, maar aan de andere kant,
heb je indirect eigenlijk ook slijtage. Dus die, en hij loopt dan sowieso terug. Dus, nou, dit is een wat glimmend vel. Dan kan ik het ook gelijk mooi uitleggen. Misschien zie je er wel vanaf die bovencamera, zie je die plooien. En wat ik dan doe, dat is ook een manier, dan druk je in het midden en dan draai ik gewoon die plooien weg. Tot die net weg zijn. Soms moet je een beetje in het licht kijken. Ik heb nu natuurlijk verlichtingen vanaf boven, dus ik kan het makkelijk zien. Dan draai ik gewoon net dan die plooi weg. Heb je in ieder geval een begin en dan weet ik dat overal dezelfde spanning is, want dat is belangrijk. Overal moet je dezelfde spanning hebben. Nou, je kan het ook weer dezelfde manier als slagvel. Dan druk je gewoon hierop, op die rand. En dan draai je hem aan. Dan weet je ook zeker dat je niet te strak gaat. Ja, of je moet zulke spieren hebben, dan gaat het natuurlijk wel te strak. Dus. Alle spanblokken moeten weer dezelfde toon hebben. En ik doe het nu even snel, want ik denk dat je geen zin hebt om een uur te wachten. Dus voor nu vind ik het even prima. Zo, nou, matje even goed. Als je je bezigrum neerzet, kijk, ik heb hier die bezigrumsporen. Dan zet je hem zo neer dat die bovenkant iets van de grond af gaat. Dat je net dan je vingers eronder door kan halen. Zo. Nou, straks naar fine-tunen, maar dit is in ieder geval een lekker begin. Oké. Dan gaan we de eerste tom pakken. Als je vragen hebt, doe even in die video, onder de video. Stel even vragen. Vind ik leuk. En sowieso, kijk, ik probeer een beetje de beginselen van stemmen wijs te maken. Maar wil je echt, ja, we kunnen ook samen in de studio gaan zitten, maar dan moet je even afspraak maken. Kan ik je even wat meer op detail lesgeven?